Salut. Ik ben even fotosee. Ik doe het gewoon met een of andere box op zijn fiets. Heavy gek. Zo. Zo. Ik zeg jou eerlijk, hè. Motherfuckers hebben geluk, gek, dat ik geen 16 ben. Ik zie, weet je hoeveel money je kan maken hier op straat, jongen. Oh mijn god. Ik ga die gasten begeleiden, jongen. Ik ga die gasten begeleiden en we gaan niemand naaien. Tenzij je erom vraagt. Hoi, joh. Als je niet van de straat komt, dan moet je niet komen, gek. Het zijn andere regels, snap je? En ik merk al dat heel veel mensen, zeg maar, dus die hebben dus zeg maar in hun hoofd, hebben ze zeg maar echt, hoe de business, hoe het allemaal hoort en weet ik wat allemaal. Dus ze gaan een hele scenario in hun hele hoofd, dat ze eventjes wiek gaan kweken of wat ook, weet je. Ja, dan kom je ineens naar de verkeerde mensen. En die zeggen van, hier kom jij, inleveren nu. En dan pak ik gewoon alles van je af. Ik ook, hoor. Ik pak gewoon shit van je af, man. Als jij... Luister, man. Ik geef gewoon mensen boetes, hè. Ik weet niet of je het begrijpt of zo. Burgerarrest is burgerarrest. Dus burgerarrest betekent ook dat ik ook iemand burgerarrest mag geven. Begrijp je? Dus als ik zie dat iemand hier zo gewoon zijn hond uitlaat... en die motherfucker kijkt mij gewoon stoer aan... dan zeg ik, luister, bij deze... Is burgerarrest. Hoe gaan we het oplossen? Ik mag het ook doen, hè. Jij mag het ook doen. Iedereen mag het doen. En ik ga je eerlijk zeggen, man, als mensen dus hier zo bezig zijn met bepaalde shit, wat je niet moet doen, je wil wiet, je wilt in de gang shit komen, je wil wiet komen kweken hier. Dat mag helemaal niet, vriend. Inleveren nu. Daar hebben we het nergens over. Of anders ben ik de politie. Wat jij wil. En ik bel ze niet, hè. Ik bel geen politie. Er zal iemand anders wel doen, want je hebt toch altijd zo'n snitchlijn en een kliklijn. Ik bel geen politie. Ik bel nooit politie. Voor wat moet ik politie bellen? Ik zit het nergens op. Je lost het toch gewoon op als een man. En wat kan politie doen? Ja. Ja, oké, ja. Er zijn niet zoveel politieagenten. Ik weet niet of je het wel beseft. Er zijn niet zoveel politieagenten. Helemaal niet. Er zijn eigenlijk veel meer burgers. En de straat... Ik zeg jou eerlijk, man. Mensen onderschatten de straat, jongen. Mensen onderschatten de straat. Als het losgaat op straat, hè. Als het losgaat op straat... kan niemand dat tegenhouden. Niemand. Helemaal niemand. Ze kunnen geen eens een normale voetbalwedstrijd organiseren tussen Feyenoord en Ajax. Laat staan als iedereen gewoon... Kijk, al die jongsters hier, gek. Ik zweer, ik ben aan het recruiten, ik ben aan het scouten en ik zoek alleen leiders. Is dat niet alleen leiders? Is dat niet alleen leiders? Zo zijn leiders. En ik ga je eerlijk zeggen, ik ben met recruiten. Recruiten is mijn ding, ik ben altijd recruiter geweest. Altijd. Weet je, oh mijn god. We hebben met z'n allen zoveel dingen gedaan. En ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb alleen gevolgd. Want ja, toch, je kan alleen maar leiden, toch? Als je voorstaat, toch? Als je stoel doet, dan ben je alleen leider, toch? Vanaf achter kan je niet leiden. Nee, toch? Je kan geen invloed uitoefenen. Dat kan helemaal niet. Je moet zeker altijd bovenaan staan. Ik zeg jou, ik hoef nooit bovenaan te staan. Never. Hoeft niet. Zo.